Ik denk dat het belangrijk is als je journalist wil worden, dat je vooral een heel brede kennis hebt en dat je interesse hebt in veel gebieden. Dus niet alleen in wat er in je achtertuin gebeurt, maar ook wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Want al die verhalen zijn op zich interessant. De Amerikaanse president Trump wil samen met Palestijnse en Israëlische leiders een vredesakkoord uitwerken. In het begin, als je op een redactie begint, dan ben je generalist. Dan moet je alle onderwerpen aankunnen, zowel binnenlandse onderwerpen, heel lichte onderwerpen, zoals de uittocht naar de kust, tot zwaardere onderwerpen, ook politiek, maar ook buitenlands verslaggeving. En uiteindelijk, in de loop der jaren, of vind je dan je eigen weg? Een journalist is iemand die ongelooflijk nieuwsgierig is over wat er gebeurt in zijn omgeving, maar ook in de wereld. Daar alles over wil weten. En nu komt het, heel belangrijk, die de onweerstaanbare drang heeft om dat ook door te vertellen aan andere mensen. Als je nieuwsgierig bent en je wilt weten wat er aan de hand is of over situaties, maar ook als je verontwaardigd bent in die zin, als je boos bent of kwaad bent of niet blij bent met bepaalde situaties, dat maakt dat dan drijfveer is om nog verder te zoeken van waarom zijn die zaken zoals ze zijn? Maar wat kunnen wij doen om dat te veranderen? Ik vind het een enorm voorrecht om als journalist op de eerste rij te zitten. Terwijl mensen thuis bezig zijn met van alles en nog wat, krijgen wij hier voortdurend duizenden nieuwsberichten per dag binnen. En dan kunnen wij gaan selecteren wat vinden wij belangrijk om nu mee te geven. Je bent geen publiek, maar je bent een waarnemer en je bent daar om het publiek voor te lichten. En dat is een ongelooflijke rol. Als je die mag vervullen en daar hangt ook heel veel verantwoordelijkheid aan vast. Je komt gewoon veel boeiende mensen tegen. Soms als het meest het gevoel dat je nuttig werk doet. Met nuttig bedoel ik eerder als je boeiende dingen maakt, als je schrijft over, zoals ik zei, de wereld, de tijd waarin je leeft, dan denk ik dat lezers daar iets aan kunnen hebben. Werken in de media heeft zeker ook nadelen, helaas. En ik denk, een van de grootste nadelen is misschien wel het feit dat het heel onregelmatige uren zijn. Want er kunnen altijd dingen gebeuren, opdrachten binnenkomen. En ik merk wel dat het soms moeilijk te combineren is met uw sociaal leven bijvoorbeeld. Dus in mijn geval betekent dat ook wel wat minder uitgaan, minder vrienden zien af en toe. Zeker omdat ik ook heel vaak 's morgens werk. Dus ja, als je om 4 uur moet opstaan om te gaan werken, dan kan je 's avonds niet echt tot laat op café gaan zitten. Het nieuws gaat verder. Het is een 24 uur of 24 gegeven. En je gaat ermee slapen en je staat er 's morgens mee op. Voor het overige, ja, moet je wel een beetje met de druk van de deadline om kunnen, uiteraard. Als je daarop flipt, dan kan je natuurlijk beter geen journalist worden. Dus je moet wel een beetje kunnen omgaan met mijn stress. Met een altijd maar kleiner wordende redactie. Altijd maar meer output genereren. En soms worden ook belanghebbende stukken gereduceerd tot 2, 3 quotes die natuurlijk nooit de lading kunnen dekken. Dat is een heel moeilijke lijn, hè? Van in hoeverre wil je een stuk sexy maken zonder het serieus aan te tasten. De rol van journalist is eigenlijk nog vandaag de dag nog belangrijker geworden. Zeker nu er heel veel gebeurtenissen zijn. Er is ook heel veel sprake van fake news. Met andere woorden, wie kan je vertrouwen? Welke informatie is correct? En ik denk dat daar de rol is weggelegd voor de journalist van de toekomst. Namelijk vooral die fact-checking en de betrouwbaarheid van je nieuwsdienst en van de journalist. En het is daarom dat de eerste regel is nog altijd checken, checken en nog eens checken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen de journalisten moeten kunnen vertrouwen. En dat is vaak heel moeilijk, omdat de media, dat schrikt heel veel mensen af. Dus je moet altijd wel proberen om vertrouwen te geven en te zeggen van ik ga het zo aanpakken en u daar ook aan houden. Want de volgende keer moeten die mensen niet meer contacteren, die vertrouwen u niet meer. Dus je gaat niet op zoek naar bevestiging van wat jij denkt, maar je gaat op zoek naar een bepaalde situatie of een bepaalde waarheid.
journalist, het is misschien wel een beetje een roeping ook. Als je, ja, als dat een beetje in u zit om verhalen te vertellen en graag voor mensen te spreken en zo, dan is journalist wel een echt een droomjob natuurlijk. Journalistiek is iets wat tussen je oren zit. Het is een mentaal proces, het is een ingesteldheid. En als je een opleiding volgt, dat gaat jou wel helpen om jouw vaardigheden te verfijnen. Maar je gaat dat niet leren om journalist te worden. Journalist ben je. Ik hoop dat je al aan het schrijven bent voordat je dit filmpje ziet. Want dat moet het ook wel zijn. Het moet uit jezelf komen. Dus schrijf, kijk rond, wees nieuwsgierig. Wees geïnteresseerd in wat de andere mensen denken, ook al is dat niet hetzelfde als wat jij denkt. En probeer dat op te schrijven op een manier dat ook andere mensen dat begrijpen.